Hey, Lars hier van de Gravel Series Limburg. Ik ben op het moment weer in Banholt en zoals jullie zien, het mooie terrein van ons hier in Banholt. Rus is weer wedergekeerd na een succesvolle editie afgelopen jaar. We hebben een wedstrijd kunnen organiseren in de NL Gravel Series en we hebben onze eigen toertocht natuurlijk gehad met de afstanden van 65 kilometer, 125 en maar liefst 200 plus. Het was een barre tocht voor onze moedige gravelrijders en dat geldt ook voor de wedstrijdrijders. Maar terugkijkend op het event was het weer een geslaagd event. En we hebben ook weer wat announcements voor de routes voor volgend jaar. En daar ga ik nu op terugkomen. Voor volgend jaar 2023 staat alweer de 7e editie van de Gravel Series Limburg op het programma. We zijn al een oud gravel event eigenlijk. En dus we hebben ook de laatste jaren veel geleerd van de edities die er al zijn geweest. En dat komt met name dit jaar ook weer terug op de routes. We proberen te blijven innoveren en net als Specialized de slogan heeft Innovate or Die, proberen wij dat ook te doen met onze routes. En we hebben dit jaar op de 65 kilometer route goed naar jullie geluisterd. We zijn daar ook aan mee bezig om die route uit te zetten en we willen eigenlijk een route gaan creëren die meer voor iedereen is. Meer voor de gravelrijder die gewoon de mooie regio hier eens wil komen zien. Iets minder technische passages, iets meer genieten en daardoor ook voor sommige mensen het risico wat meer kunnen beperken. Want zeker met het afgelopen jaar was het natuurlijk iets minder weer en dan komen bepaalde skills wel eigenlijk aan bod. Natuurlijk hebben we ook weer volgend jaar de 125 kilometer afstand, de afstand die net wat pittiger is. Meer verschillende ondergronden, wat technische stukjes die lichtjes naar mountainbike neigen. Dat is ook eigenlijk onze regio. Het is hier op en af, schitterende uitzichten natuurlijk, maar daarvoor moet je ook altijd een stukje klimmen en misschien aan de andere kant weer een technisch stukje naar beneden dalen. En vooral die twee routes, de 65 en de 125, spelen zich af hier in de gemeente IJzermaargaten, die echt de gravelgemeente bij uitstek is. Nou, dan hebben we tot slot nog de grenspaal 12 Ultimate Gravel Ride. En Ultimate Gravel Ride zegt dan een beetje, dit is een rit die meer dan 200 kilometer gaat zijn. We kunnen nog niet exact zeggen hoeveel kilometer en dat willen we eigenlijk ook niet, hè, om je nog een beetje in het ongewisse te laten. Maar dit wordt de uiterste test. We hebben dit jaar heel veel inschrijvingen gehad op de lange afstand. Het was ook echt een super vette route. We hebben er heel veel tijd, passie en ziel ingestoken om deze route neer te leggen. En dat gaan we natuurlijk ook weer voor komend jaar doen. En laat vooral alvast gezegd zijn dat de route wel weer nieuw is. Het is niet dezelfde route als vorig jaar. We hebben weer een gehele nieuwe route. Het wordt zwaar en er zullen momenten zijn dat je vervloekt dat je bent gestart eraan. Het is daarom een van de grootste gravel uitdagingen in de Benelux. En als je hier op ons mooie terrein in Banholt weer terugkomt, heb je echt een prestatie geleverd in de Grenspaal 12 Ultimate Gravel Ride.